Waar het voor de meesten het begin van hun vakantie is, is het voor anderen het begin van hun criminele business. Mensenhandelaren maken graag gebruik van Eindhoven Airport. De kleine luchthaven, de regionale luchthavens hier, is als low budget, waar men zich met name op richt, is natuurlijk aantrekkelijk voor de crimineel vanuit het, als voorbeeld als het Oostblok. Dus men komt voor relatief lage kosten, kan men naar Nederland komen via deze luchthaven. En dat is natuurlijk best wel aantrekkelijk. Een jaar geleden waren er zoveel signalen van mensenhandel dat politie en justitie de prostitutiezone van Eindhoven binnenvielen. Justitie dacht dat er op het Bakenlandplein veel slachtoffers van mensenhandel zaten. Ik denk dat Nederland misschien aantrekkelijk is om zeg maar hier de mensenhandel, de illegale prostitutie, de vrouwenhandel, om dat hier zeg maar binnen te brengen. Ja. En voor u is dat dus ook een prioriteit hier op de luchthaven? Dit is een hele hoge prioriteit, ja. Ja. Maar Eindhoven is natuurlijk ook, naar België is heel kort bij, Duitsland, Frankrijk. Dus het is niet alleen voor Nederland, maar ik denk ook naar alle landen hier in de omgeving is Eindhoven natuurlijk heel aantrekkelijk. Sinds 2 jaar werkt de marechaussee intensief met justitie samen. Vorig jaar waren er 31 zaken op het gebied van mensenhandel. Maar dat is het topje van de ijsberg. Het is lastig om de vinger achter het probleem van mensenhandel te krijgen, want worden vaak onder voorwendsel naar Nederland gehaald. En als ze eenmaal achter de ramen zitten, durven ze niet naar de politie omdat ze denken dat die corrupt is. Het probleem is dus veel groter dan de 31 zaken die bekend zijn.